Het is weer dinsdag en daarom hebben we weer heel erg veel vragen. We hebben hier twee pagina's vol met jullie kijkersvragen en die ga ik samen met Noer beantwoorden. Inderdaad, weer allemaal nieuwe vragen, dus laten we maar met de eerste beginnen. En die is van Hitjep. Wat vinden wij tot nu toe van Watch Dogs? Volgens mij wordt het wel een tof spel. Hij wordt gemaakt door Ubisoft en het wordt een soort van GTA, maar dan futuristisch. Een beetje GTA meets Assassin's Creed idee. Ja, ik denk het wel. En dan dus futuristisch met heel veel technologie en hacken en elektriciteit kan je laten uitvallen en van alles. Op zich wel top en het is denk ik ook wel vernieuwend. Ja, inderdaad. We zagen natuurlijk die trailers waarin bijvoorbeeld stoplichten gehackt werden en zo werden de quests veroorzaakt en zo. Het is nog een beetje onduidelijk waar de game precies over gaat qua verhaallijn en alles, maar eind dit jaar komt die uit voor volgens mij next gen, maar ook voor deze generatie nog. Dus lijkt me een hele toffe game. Zeker. En hij vraagt ook, waarom is Crysis zo mooi? Waarom is Crysis zo mooi? Ja, omdat er goede ontwikkelaars achter zitten, denk ik. Ja, Crytek die houdt zich heel veel bezig met graphics en ook vooral voor de PC. En daardoor kunnen ze gewoon heel mooie graphics maken en dat proberen ze ook naar de consoles over te brengen. Ja, inderdaad. Ja. En dat is, Crytek die is nu natuurlijk flink bezig ook. Ze hebben Crysis 3 dan gemaakt. Ze zijn nu bezig met Homefront 2 ook nog, als het goed is. Al weet ik niet precies hoe dat nu zit. Maar dat is een goede studio en mooie games altijd. En ze richten zich nu heel erg op free-to-play games met, hoe heet die game nou? Warframe? Warface? Zoiets, ja. Zoiets inderdaad. En dat is ook een van de mooiste free-to-play games tot nu toe. Dus die doen het goed. Albert Heijn heeft nog een vraagje. Worden jullie op straat al eens herkend door X-Gen-bezoekers? Nee. Ben jij wel eens herkend? Nee, nog nooit. Ik niet. Oké, okay, nou echt. Echt op straat? Nee. Wel een keer op First Look of zo, op Gamescom. Okay. Kwamen mensen tegen die het wel kenden. Maar op straat nog niet. Maar misschien zijn die mensen gewoon te verlegen. Ik heb wel eens het idee dat ze me allemaal gewoon herkennen. Ja. Het zou best kunnen, ja. Dus jullie mogen best wel eens hooi zeggen. Ja. Oké. Okay. Volgende vraag. Colin van der Heijden. Welke game lijkt jullie doper? Watch Dogs of The Last of Us? Nou, welke is doper? Nou, ik denk dat The Last of Us doper is. Maar helaas heb ik geen PlayStation 3. Dus ik zou alleen Watch Dogs kunnen spelen. Ja. Dus dat is wel jammer. Ik zit ook, The Last of Us lijkt me wel tof. Die komt ook eerder uit natuurlijk. Tijdens de E3 eigenlijk in begin juni. Eerste twee weken van juni ergens. Die lijkt me wel heel erg vet. Lijkt me ook een van de mooiste games nog die op de PlayStation 3 gaan uitkomen. Ja. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. Lazy Movie Maker dan. Maken jullie wel eens gebruik van mods? Heeft hij als vraag. Ik maak wel eens gebruik van mods, maar ik merk wel dat de laatste tijd dat er niet zo heel veel mods meer uitkomen. Ja, met veel games is het nu, omdat ze ook veel games multiplayer gericht zijn natuurlijk. Ja, maar ze maken ook zeg maar geen toolkits meer voor de gebruikers om mods te maken. Inderdaad. Dat is op zich wel jammer. Zo lastig. Ja, toevallig, SimCity is natuurlijk uitgekomen deze week, of die komt nog uit deze week. En SimCity 4 had wel heel veel mods. En daar heb ik wel gebruik van gemaakt, zodat die gebouwen er anders uitzagen en dat soort dingen. En ik speel veel strategiegames van Paradox, bijvoorbeeld Crusader Kings 2. Die heeft een hele vette mod voor als je fan bent van Game of Thrones. En die heeft dat die hele wereld wordt nagemaakt, zeg maar, in Crusader Kings. Okay. Dus dan kun je ook, Westeros en alles veroveren. Dus dat is heel erg tof. Dus dat gebruik ik soms, ja. Ja. En dat was eigenlijk zijn volgende vraag, denk ik ook. Ja, ik gebruik ook vooral mods voor StarCraft 2. Dan heb je van die custom games. En dat zou een beetje alles wat ik speel van die echte games, die toernooien en zo, die zijn echt veel te moeilijk voor mij. Dus meestal hou ik het bij de custom games. De mods. Oké. Okay. Grand Theft Auto, die heeft nog een vraagje. Wordt South Park, The Stick of Truth, goed? Lastig te zeggen van tevoren natuurlijk. Ja, ik heb nog niet zo heel veel gezien van het spel. Jij wel? Ik zelf niet, nee. Sebastian wel, die is vorig jaar op trip geweest voor de game. Voor de hele THQ line-up. Ja, toen was het nog van THQ. South Park is nu naar Ubisoft gegaan. En hij komt hopelijk nog steeds binnenkort uit. Hij zou eigenlijk al uitkomen nu, maar THQ ging toen failliet. En nu is de game helemaal uitgesteld en alles. Dus hopelijk ergens in de komende maanden nog. Maar hij was erg positief, ja. Hele goede South Park sfeer zat daarin. Heel vet. Ja. Dus wat hij ook vraagt is The Ballad of Gay Tony of The Last and the Damned? Oeh, dat zijn de twee DLC's voor de GTA 4 natuurlijk. Welke is het voor jou? Ik zou zeggen The Ballad of Gay Tony. Ja. Die kwam ook later uit en toen had je parachutes en... Je had ook vliegtuigen, al kon je ze niet besturen. Dat was gewoon heel vet, heel gevarieerd, zeg maar. Dus ja, je had natuurlijk GTA 4 werd toen wel erg serieus. En The Lost and the Damned, die had ook zo'n serieuze verhaallijn. En Gay Tony, dat was wel echt wat losser en wat meer oldschool GTA-vibe zat daarin. Dus als ik moet kiezen tussen de twee, dan zou ik ook voor die gaan, inderdaad. Ja. En welk deel van de Elder Scrolls is het best? Dat is ook nog een vraagje van Grand Theft Auto.
lastig ook. Ja, ik ben totaal geen fan van de serie. Nee? Dus ik heb geen enkele Elder Scrolls gespeeld. Waarom niet? Helaas. Nou, ik hou niet van die heel ouderwetse RPG's waarbij je totaal geen echt verhaal hebt. Skyrim is toch geen ouderwetse RPG? Op zich wel. Op zich wel? Oké. Okay. Ja. Gekke gast hier naast me. God. Skyrim, een ouderwetse RPG. De beste Elder Scrolls nog. Skyrim was heel erg tof, maar waar ik het meeste tijd in heb gestoken is Morrowind. Dat is de derde. En ja, ik weet niet waarom. Misschien had ik toen meer tijd om daarin te spelen, omdat ik minder games had. Dat was nog voordat we XGN hadden opgestart en alles. Dus vandaar. Dus heb je minder variatie in je games. En daar heb ik me wel 100 uren in gestoken, denk ik eigenlijk. Ja. En Skyrim moet ik eigenlijk nog helemaal uitspelen. Dus, maar die vind ik ook heel erg tof. Dus, dat was eigenlijk het verhaal van wat hij ook vraagt is, lijkt jullie het Franse verzet van de Tweede Wereldoorlog een goede optie voor een game? Terug naar de Tweede Wereldoorlog is in ieder geval goed. Ja, zeker. En het Franse verzet, dat was al gedaan in de Saboteur. Dus op zich bestaat het wel. En de Saboteur was wel een heel vet spel. Nou, het verhaal vond ik heel goed. Het was niet zo heel goed uitgewerkt. Dus als Rockstar of zo het zou doen, dan zou het wel heel goed kunnen uitpakken. Ja, het is een beetje de vraag, ja, het zijn natuurlijk wel goede verhalen om mee te vertellen, maar het is niet zo, als je Tweede Wereldoorlog denkt, denk je dingen aan Stalingrad, die idee, dat soort dingen, wel massale gevechten dan. Ja. Maar dat is het dan natuurlijk niet als je in het verzet, dat zijn het meer steltmissies eigenlijk. Dan zou je eigenlijk een soort van Splinter Cell tijdens de Tweede Wereldoorlog moeten hebben. Dat idee een beetje, dat lijkt me wel een goed idee eigenlijk. Ja. Zeker. Goed idee, Grand Theft Auto, die gaan we opsturen naar ontwikkelaars en zeggen, well, maak dat. Baikonen 94 dan. Deze E3 komen Sony en Microsoft met hun next-gen titels en Nintendo laat haar ijzersterke first-party line-up met 3D Mario, Mario Kart en Super Smash Bros. Zien. Wordt dit de beste E3 ooit? Zou zomaar kunnen, hè? Ja, hè? Dat het de beste E3 ooit komt. Hopelijk wordt de Xbox onthuld, waarschijnlijk daarvoor al. Ja. Maar er gaan gewoon heel veel games komen, denk ik. Dus ja, volgens mij wordt het wel één van de beste ooit. Eén van de allerbeste, inderdaad. Wat, ja, dingen als 2005 was ook al een hele goede natuurlijk, met de PlayStation 3 toen en de Xbox 360. Maar nu, ik denk dat wel van de laatste jaren is in ieder geval weer de spannendste. Om te kijken wat er allemaal getoond gaat worden. Want we hebben de PlayStation 4 nu al gezien, maar nog niet echt alle games. Dus we moeten daar de console nog niet. En de console nog niet, nee. Dus we krijgen daar waarschijnlijk release data, prijzen, dat soort dingen allemaal. Dat is altijd goed. Nintendo is ijzersterk aanwezig inderdaad met volgens mij nieuwe Mario in ieder geval, nieuwe Mario Kart. Microsoft natuurlijk komt er ook langs, dus ik denk eigenlijk wel. En wij zijn er voor het eerst bij, ja, dus dan is het automatisch al de beste. Zeker. Daarom, wij zijn er met Noer is mee, ik ben mee, Hugo die zit erachter is mee, Daan die gaat mee, zegt de camera, Michael die is erbij. Dus wordt een dolle pret daar en daar moeten we natuurlijk bij zijn. Inderdaad. Hoe spreek je die naam uit? Elbrecht Ruts. Kun je PS3 games spelen op de PlayStation 4? Het kan wel, maar je kan de disc niet gebruiken. Je kan ze wel streamen via Gaikai. Ja, via die streamingdienst inderdaad. Dan op afstand zeg maar. Ik vraag me af hoe ze dat gaan doen. Want zou je dan je disc in kunnen sturen of zo, of in kunnen scannen? Dat soort dingen allemaal. Dat lijkt me wel handig. Misschien dat je ze opnieuw moet kopen. Dat zou wel jammer zijn. Dat is wel jammer. Of een abonnementservice. Dat je gewoon toegang hebt tot de hele bibliotheek zeg maar aan games. Maar in ieder dat geval... Dat zou wel heel goed doen op de launch. Weet je, een Spotify voor games dan, voor alle PS3 games en PS2 en PS1 gelijk erbij. Dan heb je al gelijk veel om te spelen. Dat is wel een goed idee. Zeker. Nou, dat is zo'n dingetje voor de E3, hè. Op de E3 gaan we dat soort dingen zien, dus of dat doorgaat, wacht het af. Drago lees ik dan, die heeft een vraagje. Als jullie mochten kiezen om nu op een nieuwe console te kunnen spelen, wordt dat de PlayStation 4 of de Xbox 27? Als ik nu mocht kiezen, dan zou ik natuurlijk voor de Xbox gaan, maar daar weten we nog helemaal niks van. Ja. Dus ik wil gewoon weten hoe de console wordt en of je de PS4 kan evenaren. Ja, inderdaad. Het is nu natuurlijk het is een betere vraag om te stellen nadat die nieuwe Xbox is onthuld. Ja, want nu is het nog allemaal een geheim. Al denk ik wel dat de PlayStation 4 uiteindelijk krachtiger gaan worden. Zo'n gevoel heb ik. Ja, maar daar zullen we denk ik weer niet heel veel van merken. Dat was ook bij de PlayStation 3 zo. Klopt. Voor third-party games natuurlijk weer niet. Dus dat is wel jammer. Maar de first party is wel zoals dus een Last of Us en God of War bijvoorbeeld. Drago Lessig die vraagt ook nog, tot hoe laat werken jullie meestal? Tot hoe laat werken we meestal? Ik werk zelf meestal tot 6 uur, maar Rob die zit hier dan nog meestal, dus hoe laat ga jij er? Nou, 6:10 als jullie weg zijn. Dan doe ik net alsof ik heel erg lang doorwerk. Ja. Nee, in principe werken we van 10 tot 6, maar meestal loopt dat wel een beetje uit. En dan tot een uur of 7 of zo, denk ik. Dat een beetje. En, als het moet wat later, zeg maar, als dingen klaargezet moeten worden of afgemaakt natuurlijk. Maar in principe dat een beetje. Dus dat valt nog reuze mee. Ja.
Soul Archer die heeft ook nog een vraagje. Wat vinden jullie ervan dat Electronic Arts mogelijk de prijzen van next-gen games wil verhogen bij de release? Ik zou het op zich niet zo heel erg vinden. Vooral als er nog nieuwe PlayStation 3 en Xbox spellen uitkomen. Dan kan je best verwachten dat die next-gen titels 10 euro duurder zijn of zo. Ja. En daarna gaat het hopelijk weer omlaag. Ja, wat het natuurlijk een beetje is dat die games, waar ik dan bang voor ben, is dat ze bij de launch dus, de mensen die het meteen halen, betaalt 70 euro, maar dat die prijzen nog sneller naar beneden gaan. Wat op zich wel goed is voor ons gamers natuurlijk, daar niet van. Maar niet heel erg gezond voor de markt, maar dat zal jullie een worst wezen. Maar 10 euro duurder, ja, ik vind 60 euro heel wat eigenlijk. Ja, dat klopt wel, ja. Maar ik zou... als je de next gen titel gaat spelen, dan... Ja, okay. Ga je toch iets meer betalen. Dus. Nou ja, ik weet niet of het nodig is. Ik zou eerder zeggen tegen die ontwikkelaars en uitgevers, hou de budgetten daar een beetje onder controle. Zodat jullie niet pas break-even draaien bij 5 miljoen verkochte exemplaren. Ja. Dat lijkt me iets gezondere houding dan de prijzen verhogen. Dus ik hoop het niet. Ander vraagje heeft hij, komt The Witcher 1 nog naar de consoles? Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar was origineel zou je wel op de PlayStation en Xbox komen. Maar die is uiteindelijk gecanceld en... Ja, The Witcher 2 is al naar de consoles, dan gaan ze nu niet nog de eerste uitbrengen. Nee, ze zijn ook druk bezig met The Witcher 3 en met, hoe heet de andere game nou, Cyberpunk? Cyber iets, zoiets. En die komt wel naar alle consoles, zeg maar. The Witcher 3 komt naar de volgende Xbox en de volgende PlayStation en de PC. En met die andere game verwacht ik hetzelfde eigenlijk. Ja. Ander vraagje van hem. Kijken jullie ook zo uit naar de nieuwe Tomb Raider? Zo ja, denken jullie dat het een stap is voor de serie? Ja, we hebben hem al eigenlijk, hè? Ja, die staat daar online. Hij blijkt echt heel goed te zijn. Hij komt ook vandaag uit trouwens. Ja. Het is vandaag de release datum, dus iedereen heeft hem al. Dus ik ga hem al spelen, sowieso. Klopt. Als cijfer kreeg hij van Alwin een 8,5. Ja. En de videorecensie staat online, de Nieuw Binnen staat online. Ik vind hem heel erg vet. En ik denk dat het een goede stap is in de serie. Om het toch weer wat verder te doen, zeg maar. We hebben natuurlijk heel veel Tomb Raiders al gehad. Die een beetje hetzelfde waren qua stijl. Ja, en deze vernieuwt het op zich wel. Met een beter verhaal, hopelijk. Met een beter verhaal inderdaad en realistischer allemaal. Dus kijk even de recensie, de videorecensie en dan weet je er alles vanaf. Andere vraagje heeft hij nog. Hebben jullie al een idee over welke game jullie gaan doen in de volgende livestream? Dat hebben we nog niet. Misschien dat we Crysis 3 kunnen doen of Battlefield 3. Of GTA. GTA 4 kan ook nog. Ik denk wel dat bijna iedereen die game wel heeft liggen. Dus... Klopt. Ja, Crysis 3 is natuurlijk net uit, dus dat is misschien iets lastiger qua aantal mensen. Battlefield 3 hebben natuurlijk ook heel veel mensen. Dus we gaan nog even kijken. Eind deze maand weer, de laatste vrijdag van de maand, gaan we weer streamen. Dus dan zullen jullie het allemaal zien, de week ervoor de aankondiging. Night Sniper, die heeft nog een vraagje. Verwachten jullie Saints Row 4 in de nabije toekomst? Ja, het gerucht die gaat dat hij nog dit jaar moet uitkomen en dat hij binnenkort wordt aangekondigd. En ja, het zou best wel kunnen... Ik weet er zelf niet zo heel veel van. Volgens mij is er nog niet heel veel bekend. Nou, hij is nog ineens aangekondigd eigenlijk. Ja, dus... We weten wel dat hij komt, dat er eentje is. Hij is een beetje tussen neus en lippen door gezegd van, nou, we werken aan een nieuwe Saints Row natuurlijk. Toen ging THQ failliet, werd het overgenomen door Duitse of Oostenrijkse Koch Media. En Deep Silver is daarvan het label, zeg maar. Dus dat komt op het doosje te staan. En het gerucht gaat dus rond dat hij in augustus uit moet komen op nog de huidige generatie. En op zich is dat ook wel logisch dat ze dan met Saints Row 5 gaan ze dan next gen. Ja. Dus kijk hoe dat uitpakt. Maar voor de rest is nog niks over bekend, helaas. Dus dat zullen we moeten afwachten. Misschien nog deze maand de aankondiging. Ik ga er ook een woord over rond. Maar we moeten het even zien. Hij vraagt ook nog wat onze ervaringen zijn met de serie. Zal ik heel eerlijk zijn dat ik eigenlijk niet zo heel veel Saints Row heb gespeeld. De eerste wel. De eerste heb ik heel veel gespeeld. De tweede ben ik ook een beetje bezig geweest. Maar de derde heb ik een beetje aan mij voorbij laten gaan. Ik heb de tweede en de derde juist wel gespeeld. Op zich zijn het gewoon goede games. Ja. Niet geweldig. Ik vind de humor ook, ja, valt wel tegen. De humor is allemaal heel makkelijk. De humor is wel een beetje erg simpele, over de top humor. Ja, niet heel goed over nagedacht, maar inderdaad. Het is wel een goede game. Ja, het is wel een toffe open wereld game. Het is echt gewoon, ja, GTA is een beetje voor de serieuzere kant tegenwoordig. Ja. Weet je wel, echt wel ook veel humor natuurlijk, maar een ander soort humor. En Saints Row is een beetje de grollen en grappen eigenlijk. Zeker. Daarom. The Gamer, die heeft een goede naam, die vraagt, welk game magazine zouden jullie het meest aanraden? Zelf lees ik nooit echt magazines, dus zou jij het weten? Ja, magazines, bestaat het nog? Je moet gewoon online checken, ja, joh. Ja, die gaan denk ik allemaal failliet binnenkort. Maar... Ja, nee, je hebt, in Engeland heb je natuurlijk Edge. Die staat wel bekend om haar goede artikelen. Dus die zou ik eigenlijk zeggen. Voor de rest, ja, game magazines vind ik zelf niet zo heel erg veel toevoegen meer in deze wereld. Want scoops hebben ze niet echt. Soms een exclusive afgesproken, weet je wel. Maar ja, ook niet echt heel veel meer. En voor de rest zijn ze met recensies altijd te laat. Dus ik denk, ja, doe dat lekker online.
En dan Edge heeft al mooie achtergrondartikelen. Dus voor achtergrondartikelen kun je die halen, of dat soort magazines. Thijs 2-0, zoiets. Wat vinden jullie tot nu toe de beste toevoeging van de PlayStation 4? De beste toevoeging? Ik denk toch wel de graphics. Die andere gimmicks van streamen en zo. Ik weet nog niet zeker of het allemaal heel goed gaat werken. Dus, zit je eigenlijk te wachten op die share button en dat soort dingen? Nee, ik ga het toch niet gebruiken. Dat weet ik nu al. Dus voor mij gaat het gewoon echt om de nieuwe games en de nieuwe graphics. Ja. Ik zit even te denken eigenlijk wat ik... op zich, het streamen klinkt wel grappig, zeg maar. Dat je dus gewoon direct uit kunt zenden en alles. Maar ik vraag me af hoeveel daar gebruik van gemaakt gaat worden. Hoeveel het daadwerkelijk toevoegt. En hoe goed het werkt dus. Want hoeveel zit daar vertragingen in of niet, zeg maar. Want ze zeggen wel heel leuk van... Nou, dan kan iemand anders direct jouw game overnemen en jou door een moeilijk stuk helpen. Maar als het natuurlijk met lag en alles gaat, dan werkt dat niet goed. Dus ik vraag het me af. Ja, en voor de rest, ik denk wel dat ze online heel goed bezig gaan zijn. En ik hoop gewoon dat het PlayStation Network nog verder gaat uitgroeien en beter gaat worden. Ook qua distributie van games en dat soort dingen allemaal. Dus daar zit ik al op te wachten. En voor de rest, weet ik het eigenlijk ook nog niet. We moeten echt nog wat meer games zien eigenlijk. Wat die daarmee doen om echt een oordeel te kunnen vellen. Dus dat zullen we de komende maanden zien. Zeker. Paramount dan, die heeft ook nog een vraagje. Waarom komt er geen Call of Duty World at War 2? Hiermee kunnen Treyarch en Infinity War toch goed samenwerken? Ja. Ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel van waarom niet. De eerste heeft die goed gekocht. Ja, op zich wel. Maar dat was natuurlijk voordat Modern Warfare 4 zo'n gigantisch succes werd. Toen waren ze al bezig met World at War. En... Modern Warfare 3 toch? Nee. World at War kwam uit. Je had eerst Call of Duty 2. Ja? Toen kreeg je Call of Duty 3. Die werd al door 2 jaar gemaakt. Toen kwam Call of Duty 4 Modern Warfare. Oh, ja. Die werd door Infinity War weer gemaakt. En toen kwamen ze nog eens een keer met World at War. Dan gingen ze weer terug naar de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar dat Modern Warfare en zo is zo populair dat ze met Black Ops ook naar die tijd zijn gegaan en alles. Dus, en zelfs in de toekomst. Dus ja, of ze ooit teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog, ik weet het niet eigenlijk. Maar, ik denk wel dat ze meer doorgaan met de toekomst. Meer met een Black Ops 3 gewoon. Ja. Ja, ik hoop eigenlijk wel dat ze weer even een andere setting pakken, maar we zullen het zien. Andere vraag heeft hij, is er al iets bekend over Far Cry 4? Nee, nog helemaal niks. Dat is kort en krachtig. Komt er een prijsvraag van SimCity? Dat is nog onbekend. Volgens mij niet. Hopelijk wel, maar we weten het niet. Misschien wel eind van de week als we iets kunnen regelen en anders niet. We hebben overigens tal van prijsvragen. Hè. Je kunt zometeen Epson beamen, kun je winnen. Je kunt even kijken welke hadden we deze week nog. Tomb Raider kun je winnen. We hebben net kwijtjes weggegeven. We hebben echt tal van dingen. Dus houd het in de gaten en doe zeker mee. En dan de laatste vraag alweer van Jort Peekma. Is Assassin's Creed 3 een aanrader? Ja, hij heeft een 8.8 in de recensie gekregen, dus het is zeker een aanrader. Klopt, en we hebben natuurlijk net de aankondiging van Assassin's Creed 4 en alles gehad, dus eind dit jaar kunnen we gewoon weer verder. Dat blijft gewoon lekker doorgaan allemaal. En dit was hem weer, de Q&A van deze week. Stel al je vragen voor komende week, mochten we iets niet behandeld hebben of over het hoofd hebben gezien, laat het weten in de comments hieronder. Ben je op YouTube, doe dan abonneren daar of daar, ik weet nog steeds niet welke kant, maar word abonnee zodat je niks meer mist. En stuur al je vragen in, ook op YouTube natuurlijk, en dan horen we dat allemaal de komende week. En zijn volgende week weer terug om die allemaal te beantwoorden. Tot dan. Tot ziens.